vind het leukste boek wat ik ooit gelezen heb is Isabella Allende en dan Het Huis met de Geesten. Ik heb het op vakantie gelezen. Mijn eerste vakantie in het buitenland. En dat het boek heeft gewoon het meeste indruk gemaakt. Lange warme zomer, een huis met geesten en een geschiedkundige roman. En dat sprak me het meeste aan. En ik moet zeggen, tot nog toe vind ik dat het mooiste boek wat ik heb gelezen.